Oké, Ricardo hier. En ik ga gewoon even opnemen voor de feestdagen. Ik had het gevoel dat als iemand dan toch gaat kijken, dan is er tenminste iets op. Oké, ik ben er al aan begonnen gisteren, een tijdje. En ja, ik ben dus al bij level 20. Dus ik ga nu gewoon verder bij waar ik gebleven was. Hier heb ik geen zin in. Het gaat dus eigenlijk gewoon zo. Je hebt 30 seconden, zoals je kan zien. Dit is het standbeeld van de godin der tijden. Zij kan voor geld, dus je ziet het staan onder G, kan ze de 30 seconden opnieuw verlengen. Dus dan heb je ze weer opnieuw eigenlijk gewoon die 30 seconden. En ja, het wordt steeds meer. Dus 100, 200, 300. En die Richards, die heb je eerder kunnen helpen, mocht je zelf kiezen. Even kijken. Ik hoop alleen dat hij niet te veel lagt eigenlijk. Dat zou wel echt kloten zijn. Ah, fuck. Rushing. Kijk, nu heb ik nog maar 4,13 seconden over. En de tijd die loopt niet als je in dorpjes bent. Dan zet ze hem stil voor je. Ik snap eigenlijk niet waarom ze dat altijd doet. Want het gaat om het redden van de wereld. Maar dat is mijn logica. Kijken, volgende stad. Oh, daar heb je haar. Volgens mij ga ik er nog wel een aantal tegenkomen die mij joinen. Want er is al de tweede die je eerder gewoon, die had je kunnen helpen. Ah, fuck. En ik heb de meeste wel geholpen, laat ik het zo zeggen. En ik ga toch deze dingen maar even neerhalen. Fuck. Zoals je ziet heb ik nu dus weer gewoon 4 seconden over. En dat is dus eigenlijk gewoon het hele spel. Dus gewoon je zit te klooien met je tijd. En tegelijkertijd moet je een baas verslaan. Oh. Deze gasten, dat was echt een idioot. In de eerdere missie was hij echt zo raar. De fuck is dat? Ik ga er. Oh, dan ga ik alleen naar de andere kant. Fuck. Oh. Even wat eten. Sorry. Sorry voor mijn taalgebruik. Over the bridge. Even kijken. Oh no, oh no. Oh, gelukkig. Er zijn namelijk van die van die steden waarbij je dus geen standbeeld hebt. En zal ik. Ah, fuck it. Nightlands. En stel, je zit dus met 4 seconden. En er is geen, niet zo'n standbeeld van de godin der tijden. Dan ben je toch best wel screwed. Ah, Cecile. Haar had je kunnen helpen door, er stond een bos in de fik. En dat moest jij dus uit gaan maken door iemand te verslaan. En dat was het. Dat was iedereen. Nog even een keertje. Beetje vechten. Om te kunnen levelen. En dan wanneer deze tijd voorbij is, dan koop ik nog één keer het standbeeld en dan ga ik naar de baas in dit level. En hoppakee. The fuck is dat?
Oké, dit ga ik toch maar even lezen. Fuck, ik had het paard moeten nemen toen ik de kans had. Ach ja. Niet dat het heel erg veel uitgemaakt heeft. Ik heb toch gewonnen. Kijk, en ik was nu level 34. Maar stel je bent level 5 of zo, weet je, en je gaat er naartoe. Daarom is het op zich wel mooi. Je levelt best wel snel. En daar is dus verder ook gewoon geen probleem mee. The fuck. De storyline is wel een beetje echt zoiets van, the fuck, waar gaat het over? Je bent dus ook gewoon een random joch dat met de koning afspreekt en dan opeens dan wordt daar een spel gecast waarbij de wereld in 30 seconden eindt. En dan mag jij er wat aan gaan doen. En je krijgt steeds nieuwe equipment. Dus nu krijg ik schoenen. En die shit blijf je gewoon krijgen. Even kijken. Oké. Hè? The fuck? Oh, ik ben vanaf daar. Ja, I see. Ja, je kan ook meerdere kanten op gaan. Want even kijken. Hierbij zie je onder de ja, onder dat schild en zo zie je twee kanten. En ik heb ze dus allebei unlocked. Maar ik ben er met eentje verder gegaan. En ja, dat mag je dus gewoon zelf kiezen. Maakt niet zo uit. Ah, god, moet ik helemaal teruglopen. Even kijken, wat is beter? Sowieso die. Schoenen. Deze pruik is misschien wel gaar, maar hij helpt wel echt met je blocking. En dat vind ik daar dus zo chill aan. Weet je, dan krijg je gewoon minder damage. Maar ik neem wel gewoon die. Ja, ik vind het wel gewoon goed zo. Oké, dit begin skip ik eigenlijk altijd. Dit zie ik wel eens, maar het moet niet te lang duren. Kijk, nu duurt het niet zo lang. Oh, another one. Even kijken. Easy. Oh. Ja, ik ook. Oké, dat was dus eigenlijk gewoon heel nutteloos. En heeft niet zoveel nut meer om verder te gaan daar. Godver, verslagen door een rat. Ik denk dat ik maar beter gewoon even kan trainen. Oh no. Ja.
Oké. Uh-oh. Hey. Oké. Goed genoeg. Uh-oh. Ja, je kan rushen. Dat is dus gewoon als ik B inklik, zie je daar ook onderin dash B. Het haalt alleen wel van je levens af. Alleen niet hier. Eerst deze. Dat is dus het enige probleem ermee. Dus het is maar wil je snel zijn en je levens kwijtraken of gewoon zo door blijven gaan. Kan ik nou niet meer. Hier. Wacht. Huh? Val ik nou zo hard? Ah ja. Ik val alleen maar. Oké, dit wordt wel echt heel makkelijk. Oeps. Oeps. Kijk, maar daar zag je het. Mijn levens gingen er heel snel vanaf. Maar ja, als je het dan redt. We hebben dus nog één kant waar ik heen kan. Wil ik toch wel even checken. Hoop. Nou, die had ik al. Kijk, dan is dit. Nou, dat is helemaal niks. Nou, dan is er dus nog maar één plek. Volgens mij had ik mijn zwembandjes om moeten doen, maar. Ja, dat was beter geweest. Doe ik een andere keer wel. Want nu kan ik niet meer terug. Nooit dat ik dit ga. Rush to the bus. Nou, toch wel. Mooi zo. Waarschijnlijk is dit zo'n level waarbij je ook weer twee kanten op kan. Kiezer. The fuck, dat herken ik ergens van. Oh, het is ernaast. Ja, waarschijnlijk was dit zo'n level waarbij je weer twee kanten op kan. Ik denk dat ik dit keer de credits gewoon blijf kijken. Zo lang zijn ze niet. Na elk level krijg je credits. En ja, het duurt dus inderdaad niet zo heel lang. En dat was het. En ik heb visite, dus ik ben heel even weg. Tot zo. Oké, daar ben ik weer. Waarschijnlijk zullen jullie niks van merken, want ik plak hem gewoon aan elkaar. Maar ik was even weg. Je wilt trouwens eigenlijk ook niet eens weten hoe ik hier zit. Mijn headset. Ik heb een headset voor PlayStation. En die werkt dus ook echt alleen op de PlayStation. Dus zit ik hier zo met zo'n echte microfoon, weet je. Die had ik gekregen bij Guitar Hero. En, dus die heb ik er dus gewoon hier op de computer. Het is met USB, dus. Dat was wat je wil. En die heb ik dus nu met kneedgum aan mijn shirt vastgeplakt. Dus. En ik had inderdaad gelijk, je kan twee kanten op als je. Ik denk dat als je die floodgate had gekozen om hem dicht te laten. Dat je dan een andere weg had gekozen. Ik check het wel even. Nee.
Als het goed is, zien jullie ook mijn muis niet. Want ja, dat heb ik ingesteld, maar het is lange tijd geleden dat ik met Fraps gewerkt heb, dus you never know. En wat de f... Nee, ik zal het maar niet zeggen, maar wat draag ik? Ik had de vorige keer toch echt iets anders ingesteld. Ach, we halen het wel. Het enige wat ik nu toch hoef te doen is alleen trainen tot ik denk dat ik hem aan kan. Oeh. Oké, nu lijkt hij echt even. Fuck. Oké, ik pauzeer hem even. En nu lijkt hij niet meer. Yeah. Ik hoop dat hij dit niet blijft doen. Op dit moment zit hij rond de 58 tot 60 fraps. Wow, wow. En dan gaat hij opeens weer naar 40. Oké, dit is wel even... kwalitatief uitermate teleurstellend, dus. Wacht, kan ik er nou niet naartoe? Are you kidding me? Ah, ik heb het al. Ik moet hem even opnieuw doen. Oké. Ik heb al gezien. Ik moet andere armen dragen. Zwemmering. Yeah. En met dat kar dus door water. Lijkt me nogal logisch. Maar. Ja, dat is dus gewoon. Chiller. Dan kan je. Dus zou ik er doorheen kunnen zwemmen. En waarschijnlijk heb je dan dat je die andere. Want kijk maar zoals je hier ze ziet. Je ziet. Naast die grote stenen in het midden bij in het water. Kan je dus zwemmen. En heb je daar één klein open stukje waar je tussendoor kan. En waarschijnlijk. Heb ik dat dan dus nodig? Let's hope so. Ja, waarom meteen zoveel? Why? Oh. Het enige probleem is dat dit ding wel echt heel weinig levens heb. Nu ben je meteen een heel stuk van je armen kwijt. Dus vandaar dat je nu zo makkelijk doodgaat. Dus ik blijf wel even hier. Oh ja, dat is level 3. Nou. You can do this. Oh, nee. Ik stond er. Oké, nu snap ik waarom die andere moeilijker is. Neem ik die maar. Oeh. Het gaat ook maar echt net goed. Oh. Nu gewoon hier even blijven lopen. Totdat ik, totdat ik hoog genoeg ben. Kan nog wel even duren, maar... Gewoon hier zo ergens. Meestal verder. Meestal als je dichter bij de baas bent, komen er meer vijanden. En dat betekent meer geld en meer XP. Ja, fuck. Oké. Hij doet opeens heel raar. Maar daarnet deed Fraps helemaal niet bij mij. Toen dan recordde die 10 seconden. En was die klaar. En had ik niks aanstaan. Gewoon normale instellingen. Nu heb ik een eerdere versie gedownload. Dankzij Lol en Leerlink. Die heeft mij een link gestuurd. En nu doet hij het dus wel. Dus ik ben eigenlijk al blij dat hij het doet. Oh ja, die was daar. Oh.
Ah, moet ik waarschijnlijk nog iets gaan doen ook. Nee joh, dat meen je niet. Dat meen je niet. Dat doet me even denken aan dezelfde marathon, maar het zal vast aan mij liggen. Ik heb echt geen idee wat daar net gebeurde, maar het zal mij liggen. Oké, nu gaan we er gewoon in één keer voor. Als het goed is, moet ik er nu langs kunnen. Ja. Oké. Oké, ik skip het gewoon even allemaal. Geen zin om te kijken. Maar zoals je ziet, je blijft dus nadat je elk level gehaald hebt, blijf je die credits zien. En dat is op zich wel geniaal. Het zijn toch niet zo heel veel. Ja, het is toch niet zo heel veel wat je ziet. En dan zegt ze nu waarschijnlijk van, ja. Ja, inderdaad, dat je moet openen. Dus nu even kijken welke kant we op gaan. Giant Evil Lord of the Have-Nots. Ik ga hierheen. Ik weet eigenlijk niet eens meer welke ik net geopend heb, maar dat maakt niet uit. Het is waarschijnlijk deze die ik net geopend heb. Save money. Air sneakers. Die zijn wel awesome. You can't pass through unless you get permission. Ja. Oké, nu loop ik dus gewoon langzaam door die armor. En door de hek. Heel even. En we wachten. Oké. Enter. Oké, geen idee wat dat voor nut had, maar het zal wel. You want to work good. Oké. Leave it for at once. Waarschijnlijk was het de bedoeling dat ik die stenen nu dus kapot ging maken. Ja. Even kijken. Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang ik nu al bezig ben. Het is nu 4:55. Waarschijnlijk ga ik tot 5 uur door. En ben ik dan nu heel even klaar. Misschien dat ik dan later nog wel verder ga met recorden. Ligt eraan. Als die in ieder geval niet zoveel lag heeft. Nou. Wat is dat? Tuurlijk, ik versla een monster en tegelijkertijd gaat het gat in de grond mee. That's called logics. Oké. Hup. Praise the Lord. Hello, you there. Working is for suckers. Join. Gaan we. Ja. Waarschijnlijk ga ik straks echt gewoon
heel hard genaaid worden. Dat weet ik eigenlijk bijna zeker. En dan heb je hier waarschijnlijk ook twee wegen. Waar de ene waarbij je ja zegt en de andere waarbij je nee zegt. Dan neem ik toch die. Energy drink. You kidding me. Now is our chance. The fuck. Harder. Oh. In één keer dood. Ik hit in één keer 300. Oké, ik wil nou wel even zien wat ik krijg. Ja, dat was blijkbaar weer zo'n splitsing. Ik ben slaaf en zo. Dit is gewoon geëindigd. Oké, dat is dus einde 1. Dan hoop ik dat ik nog verder kan als ik er echt voor ga werken. Dan doe ik liever die monsters. Dus dan toch. Het levert meer geld op en het is makkelijker. Maar het was dus wel echt een einde. En hij lagt heel even. Het rare is dus dat het wel echt een einde was. En ik ben weer vergeten om moed te veranderen. Oké. Nou, even niet. Kan ik meteen even die hoed veranderen? Equipment. Die kunnen niet. Dan noemen we die. En dan veranderen we van hoed. Brons. 1 en 2. Doe mij dan maar die. Start. Skippen we alles even. Oké, ik zag nu dus even in dat snelle. Tijdens dat snelle skippen dat ik 1000 gold moet hebben. Dat is aardig veel. Maar ja. Hey, I don't care. Deze armor is best wel vervelend. Ik denk dat ik hem bij de volgende, als dit niet het einde is, toch gaat veranderen. Nee. Want ik ben liever snel en dat ik wat minder armor heb. Behalve dan met die zwemband. Die vind ik helemaal vervelend. Maar. Nee. 100. Laten we het hopen dat ik hier dus, dat ik dus niet te veel geld verlies aan het aan het bidden voor haar. Eigenlijk ook best wel onrealistisch, hoor. Er ligt een wereld die kan vernietigd worden. En dan moet jij geld gaan betalen aan een vriendin van je. Want zij heeft jou een deal aangeboden. Zij houdt van geld. En dat doe jij dus om de wereld te redden. Waarom stopt ze niet gewoon tijd of zo, weet je? Logics. Ik denk dat ik dan nog een keer kan redden. Ja, we gaan het nog een keer proberen. Oh, lag. Hup. Hup. Ja. En dan gaan we het nog een keer proberen. Hup. Ik moet nu maar 300 betalen, dus als ik het nog even door kan doen.
heb ik straks ook nog weer die sneakers. Ik vind het wel gewoon even leuk om daar weer voor te gaan. Oh. No. Oké. Okay. Dat faalde dus echt even heel erg. Ik weet niet of jullie het zagen, maar het scherm van mijn laptop ging op standby. Omdat ik dan te lang niks met mijn muis doe, terwijl ik gewoon bezig ben. Even kijken. Ik ga het nog één keer doen. Hup. Dit moet wel genoeg zijn. Kopen een hup. Nog één. We gaan nog niet bidden. Dat doen we nu. Oké, nu zou ik er dus in moeten kunnen. Hé, waarom? Ik snap het niet. Waarschijnlijk moet ik dus blijven doorgaan totdat ik echt al die dingen heb. Kijken, hier. Hé, nieuwe kamer. Waarschijnlijk moet ik dus blijven doorgaan totdat ik niet meer kan werken, als het ware. Maar ja. En je kan alle... ik had daarnet gelezen dat je alles maar 10 keer kan doen. Dus... Dat is 3. Als ik dan dus nog niet klaar ben voor dat gevecht met die baas, dan weet ik het ook niet meer. Oeh. Echt maar 10. Het enige probleem is dat ik hier dus eigenlijk... Oh, we're still getting ready. Oh. Het enige probleem is dus dat je... wat wil ik nou zeggen? Ja, dat ik het gevoel heb dat je... Oh, hier. Give. Ja, yeah, veel. You got the money, you're fast. Oké, okay, dat gaan we doen. Nieuw. Oh, lag. Doe maar weer even zo. Eventjes wachten. Leaderboards. Oh ja, yeah, dat ben ik alweer. Is ook niet zo heel lastig als je maar één iemand hebt. Oké, okay, waarom blijft hij daar? Oh no. Oké, okay, geen luid meer. Ik kan het zien als mijn framerate dus omhoog gaat. Maar wat heb ik dan daarnet? Nee, ik ga het niet eens vragen. Hup. You're kidding me. Hup. Oké, okay, de baas in 2 hits. Dood. Ik vind het wel echt chill dat je al die dingen gewoon kan skippen. Dat hebben ze wel echt mooi gedaan. Oké. Oh, dus dat van daarnet was dus gewoon eigenlijk gewoon een faal einde. Waar dus eigenlijk gewoon... Zo goed als ik dood ben voor de rest. Alweer een steen. Save my village. Ja. Yeah. Ah, ben ik weer wat vergeten. Ik ben echt slim. Uh-oh.
Kom op. Nee. 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 Oh, ik heb het daar denk ik nog door gehaald ook. Praise the Lord. Ja, omdat ik alles wil hebben, koop ik die dingen ook gewoon. Zeg maar nou, alsjeblieft. Oh, gelukkig hij is er nog. Meer Oké, ik heb dus twee stenen nodig en ik weet dus al waar die laatste zit. Maar ik weet niet of ik dat ga redden voordat bij 10 seconden. Kom op. Ja. Oh, lekker. Nu moet ik alleen nog wel even snel teruggaan. Nee. En jij. Oh, dit is er alweer één. Oh, die is awesome. I want it. Even kijken. Oké. Rush. En dat is waarschijnlijk er weer een. Yep. Oké, dan record ik nog even 10. 10 minuten. En dan zie ik daarna wel. Oké. Oh, de armor wordt wel echt awesome, maar. Het is allemaal zo zwaar, weet je, dus dan ga je langzamer lopen. En dat vind ik alleen wel een beetje vervelend. Ja, ik heb goud. Sending data to leaderboards. Ik kan zo ook nog wel even kijken of ik een andere game kan doen. Oh, de andere is als je niet dat doorbrett. Nou ja, dat doe ik dan ook wel even meteen. Als je dan toch bezig bent. Nou ja, die zilvermeel wil ik in ieder geval niet meer aan. Doe die wel even. Die. Die. Deze game kan trouwens multiplayer. Dus als iemand de game hebt. Ik weet in ieder geval dat Rick hem heeft. Als iemand dus multiplayer wilt. Kan je het me altijd vertellen. Lijkt me wel gaaf. Ik heb het nog nooit multiplayer gedaan. Dus ik weet ook niet echt hoe het is. Maar daarom juist. Daarom is het juist leuk. Oké, zo level ik hier was toch. Ik hoef die stad nu dus toch niet te redden. Dus dat is wel chill. Ga ik nu gewoon nog even trainen tot het er staat. Dat ik klaar ben voor de duisternis. En dat weet ik allemaal wel. Dat is jammer. Oh. Die. Oh, fuck. Sorry, alweer.
I can't control myself. Ja, ook dat heb ik nu al een aantal keer gezien. Yep, nu ben ik er klaar voor. Toch wil ik het nog heel even uitstellen. Ach, waarom niet? Go for it. Oh no. Nee, niet zo'n ding. Oh, gelukkig. Nu ben ik er wel sterk genoeg voor. Nou, ja, net. Het was dat ik die ene hulp had die ik nog kon gebruiken. Op zich voor een half minute hero. Duurt het toch wel iets langer dan een halve minuut. Ik ben wat teleurgesteld, zeg. Maar het is wel gewoon echt een gaaf spel. Gewoon, het is wel leuk om je even te vermaken. Dat is natuurlijk waar spellen voor zijn. Volgens mij was het. Zie, nee, het was deze. Het was deze. Die hou ik dus sowieso aan. Metal helmet. Vervang ik. Schoenen zijn wel gaaf. En ik wil dit zwart. Oké. Dan denk ik dat ik nu nog heel even 1 of 2. Nou. Ik denk dat ik dat dan op 1 moet houden. Wil ik het kunnen redden voor 5 uur. Maar dat zie ik dan wel. Misschien dat ik wel weer dan nog één doe of zo. Maar. A weird turtle. Look down at your feet. Oké, wacht even. Wat? Ik snap het niet meer. Maar dat maakt niet uit. You're Oké. Ah, dat was wat je eigenlijk. Oké. Oh. Ook die werkt nog wel even. Zo. Ja, nu krijg ik dus veel meer XP. Heb meteen 15. Zou ik er nu nog een keer in? Zo, dit is dan wel 1 XP voor hem eigenlijk. Als je zo kan door blijven gaan. Oké.
Ik heb zelf heb ik nog niet zien staan dat ik er klaar voor was. Maar ja, vaak weer mijn scherm uit. Ik ga dat straks toch eens even anders instellen. Maar ik weet nog niet of dat ik er dus klaar voor ben. Of we zien wel. Wacht, moest ik er nou voor betalen? Oh, ik krijg hier zelfs geld van. Nou ja, maar het is natuurlijk niet genoeg om dat standbeeld te blijven kopen, om te blijven bidden. Dus het is wel chill om eventjes XP te krijgen. Volgens mij zijn er nergens anders vijanden. En nu ga ik het maar gewoon doen. Let's go for it. Oké, dat was wel erg simpel. Oké, wat heb ik gekregen? Oké. Dit spel maakt me steeds meer in de war. Moet waarschijnlijk net zoiets bij zijn als bij MacPixel als je hem opstart van dat. Of nou, ik had het in ieder geval ergens gelezen. Dat je het niet langer dan een bepaalde tijd moet spelen omdat je er anders gek van kan worden. Oké. Incompleet. Even kijken. Equipment. Wat doet dat wapen? Ja, hij is minder zwaar, dus ik blijf hem maar gebruiken. Maar het is nu 5 uur. Ik ga eens even eten. En als ik terug ben, dan zal ik misschien nog wel. Ja, nog een filmpje maken. En hem eraan toevoegen dat hij dus langer is. Dus dat zie ik dan wel later. Oké, daar ben ik weer. Ja, daar ben ik weer. Ik had gisteren het vorige gedaan. En ik weet niet of dit erachter aangezonden wordt. Of misschien dat er eerst iets anders gepland staat. Dat weet ik allemaal echt niet. Dat zie ik ook nog wel. Ik weet ook nog niet eens hoe lang ik mag. Maar ik zie wel, als het mij wordt verteld dat ik een uur of zo mag, doe ik dat. Mag het meer, zou ik het fijn vinden. Tenminste, ligt er eigenlijk aan of dat het sowieso goedgekeurd wordt. Dat weet ik ook nog niet zeker. Dat zou ik denk ik vandaag of morgen horen van Wesley. Die zou het bespreken met de rest van de moderators. Dus dat weet ik zelf ook allemaal nog niet. Het wordt trouwens ook geüpload op YouTube. Ik heb geen idee waarom, maar toen ik het gewoon opende op mijn bestand. Met Media Player, met Camtasia, maakte niet uit. Was dat gewoon goed. En toen ik het op YouTube gezet had, was het geluid opeens overdreven zacht. En ik zie wel wat daarvan gebeurt. Ik kan het bestand ook gewoon naar Wesley sturen. Het is maar allemaal wat hij makkelijker vindt. Dus dat zien we dan ook allemaal wel. Alles is dus nog een beetje een verrassing. Maar het lijkt me in ieder geval wel gaaf om op de stream te komen een keertje. Dat is natuurlijk ook de eerste keer. Want ik kan niet zelf streamen. Daar is mijn PC gewoon te langzaam voor. Wat ik overigens wel echt jammer vind. Dat me wel leuk geleken. Oh, ga ik dat halen? Nee. Oh. En waarschijnlijk ziet Wesley dit niet. Maar zo wel. Kan iemand anders dan bevestigen.
Leslie die vertelde me dat het verschil tussen 30 en 60 frame rate per second dat niet echt gezien kan worden door de mens. Maar ik had daarnet toch echt, heb ik het even geprobeerd op, dus op 30. Ik dacht, lag die misschien minder, hebben we bijna geen kans op lag. Maar het viel mij toch al gauw op dat hij dan gewoon heel sloom deed. Dus dat kan of liggen aan fraps of weet ik het wat. Maar het viel mij nogal gauw op. En ik denk dat ik er net even wat moeten lezen. Even kijken of ik het nog terug kan vinden. Ik weet eigenlijk niet meer waar ik het heb gezien. Ik wil terugkijken naar dat ik met die mensen daar praatte. The Witch was once episode west. 1 naar het zuiden, 5 naar het westen. Oké. Dan gaan we daar maar eens even voor. Hop. Daar. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee. Like a boss. Oh, chill. Nope. Oké, dat is dus gewoon op zich hartstikke handig. Ik denk toch nog heel even wil blijven trainen. Something sparkled at east. Ja, dat is daar. Godver, kan ik er nou echt niet langs? Sorry. Kom op. Ach, wat is weer doen? Okay. Dit gaat ook echt ver boven mijn verstand. Okay, ik ga het gewoon skippen. Nee. Fuck. Sorry. Sorry. Sorry voor mijn taalgebruik. Sorry. I'm so sorry. Oké, dat is toch echt een van de eerste keren dat ik gewoon echt faal in een level. Verder ben ik eigenlijk alleen maar gefaald als ik gewoon geen zin had of zo, weet je. Of me bedacht dat ik het op een andere manier moet doen, bijvoorbeeld met dat zwembandje. Oké, begin maar even levelen. Even kijken. Oké, ik heb nou toch. Oh, gelukkig, ik heb net genoeg geld. Anders had ik niet eens kunnen bidden. Dan ben je wel echt armoedig als je niet kan bidden. Oeh. Oké, we gaan weer beginnen met dat. Nou, nu weet ik onderhand wel waar het is. Als het goed is. Dat was. Nou, hier. Yep. Skip. Ik trek me maar gewoon terug. Oké, dat gaat dan toch niet meer worden om te zeggen dat ik daar ben. Ik wil niet nog een keer het risico nemen dat ik faal. Oh no. Hey, 98. Als het dan 1998 was geweest, was het nog beter geweest. Oh, ik zat vast.
Ja. Oké, ook dit ga ik me even allemaal skippen. Maar volgens mij is dit die gast van eerder, waarbij ik zo goed kon trainen. Dat weet ik. Zelfs dat weet ik niet zeker meer. En ik ga gewoon naar die baas toe op het moment dat ik dit gehaald heb. Oh. Die ene kan nog wel. Oh. Nou, ik denk dat ik hier dus. Oh ja. Ik ga toch nog eerst even kijken bij deze gast daar. Nee. Kijk eens hier nog iets wat ik kan doen. Nope. Nou. Ah, oké. Oké, dit moet hem wel makkelijk, juist. Ik wist het. Ik vind dat die bazen toch nog wel echt gewoon te makkelijk zijn eigenlijk. Het gaat gewoon allemaal te snel en ja, je bent er te makkelijk vanaf. Weet je, als je dus gewoon heel eventjes nog door blijft oefenen, blijft trainen, dan ben je level 20 zoals ik nu was en dan heb je het gewoon al zo gehaald. Dat is hetgene wat ik eigenlijk een beetje raar vind, maar dat zal vast aan mij liggen. Ik ben eigenlijk ook benieuwd, dat weet ik eigenlijk niet, of dat je hem moeilijker kan zetten. Oh, blijkbaar was ik level 25. Ik dacht dat ik 20 zou staan. Maar toch, ik hoop eigenlijk wel dat ik hem moeilijker kan zetten. En zo niet, dan vind ik dat kwalitatief uitermate teleurstellend. Zal ik er nu voor kijken? Waarom niet? Settings. Nee, dat is geluid. Ik weet niet of ik dat de vorige keer al gezegd had, maar het geluid heb ik vooral uitstaan. Omdat je mij dan haast niet kan horen. En ik vind het op zich echt leuk geluid. Daar gaat het mij ook heel veel om. Hoe het geluid is, of dat het leuk is. Ja, ik weet niet. Dat is, heb ik gewoon. Het is gewoon. Ja, best wel raar eigenlijk. Maar. Gewoon. Is het geluid echt stom? Dan vind ik het ook meestal niet zo'n heel leuk spel. En ik heb echt geen idee waarom. Put, 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 why? Thunderheads. Waar zou ik dat dan vandaan kunnen halen? Wow, lek. Oké, nu heb ik even geen zin om te stoppen. Wat is dit? Oh, rushing. Ah, het is toch maar een light lunch van 10 hele gold. Zoveel. Ik vind het wel vooral grappig wat je. Ja, want aan het begin is dat het heel lastig om ook maar één leveltje omhoog te gaan. En dan, ja, dan ben je eenmaal dat ene leveltje omhoog. En dan opeens is er niks meer aan de hand. Dan is het al makkelijk en zo. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Yep. Volgens mij heb ik zo'n gevoel dat die brug daaronder kapot zou gaan. Ik zag daar in ieder geval Danger staan. En geen idee wat. Ja, die gaan dus allemaal kapot. Wat. Deze game heeft zulke logics, hè. Echt. Dat is echt niet normaal. Oh. Oh. Thunderhead. Nou. Oké, dat ging ook echt maar net goed. Op zich heb ik daar nog best wel veel geluk mee gehad, eigenlijk. Maar dat kan ook gewoon naar mij liggen. Wat moet ik voor haar doen?
Meen je dat nou? Ben ik nou echt gewoon... Ga ik nou serieus spullen... Kijk, weet je, dat is ook weer echt van die logica. De wereld vergaat in 30 seconden. Wat moet jij doen? Jij moet spullen naar het zuiden brengen. Het is gewoon echt... Dat is echt half minute hero logica. Dat gaat mij zelfs te boven. Wacht, wat zei die nou? Moet weer terug. Oh. Oh nee. Geld krijg je hier op zich best wel lekker. Oh, nog iets. Hé. Hey. Herken ik. Ach, waarom niet? Ik heb zat geld. Kon ik het maar laten uitbetalen, zeg. Hoe geniaal was dat geweest? Gewoon plop. Oké. Ik kijk wel of kijken. Not too much, not too much. Come on. Nee, nee. Nee. No, er is hier geen. It's okay, there's nothing in there. Nee, dat. Update. Oh, ik kan. Dan ga ik toch eerst proberen om. Nee. Oh. Als dat niet net op het nippertje was, dan weet ik het ook niet meer. Oké, dan ga ik denk ik toch eerst voor die power-up meal. Lijkt me wel grappig. Ik snap alleen niet wat. Ja, wat. Er staat zo'n uitroeptekentje boven, weet je. Maar wat heeft het nou eigenlijk echt voor. Ah, nee, dat meen ik. Praise the Lord. Oké. Rushing. Hop. Oké, kijk, zie je, dit bedoel ik, weet je. Dit soort dingen, dat gaat echt gewoon te snel. Dit was te makkelijk eigenlijk. Maar ja, op zich, het is half minute hero, dus het zijn wel allemaal korte levels. Maar toch, ik vind een baas moet sowieso gewoon... Ja, gewoon een beetje moeilijkheid hebben. Als het niet moeilijk is, dan is het er ook niks aan. Maar het zal vast aan mij liggen. Zou eigenlijk binnenkort ook wel even iets deels Engels kunnen doen, want voor bijvoorbeeld Seraphis, die is ja Nederlands al wat moeilijker zijn om te vertalen als je het niet in kan typen bij Google vertalen. Dat zal sowieso wat moeilijker zijn. Dan moet je echt precies ook weten hoe je die dingen schrijft, anders krijg je die sowieso rare dingen uit. Bridge Aider en Bridge Lover. Ik heb een gevoel dat daar boven het allereerste level bij die vulkaan. Ik zal er even naartoe gaan. Dat is echt een hele lange weg. Wat, kan ik dan niet terug? You kidding me? Are you kidding me? Oh, denk dat daar het laatste level zal zijn van deze. Van dit wegje, kijk hier boven. Ik kan hem trouwens wel even doen. Dan krijg je ook meteen een beetje. Ach, ik doe hem gewoon. Krijg je ook meteen een beetje een gevoel van waar het eigenlijk allemaal over gaat. Dan neem ik maar meteen die kroon. Oké, ik dacht al. Ik wist eigenlijk wel zeker dat we nog wel kleding hadden. Wapen. Hadden we echt geen wapen? Serieus? Nooit. Ook nog een schild. Oh ja, die nutteloze schoenen. I'm the king of the world. Staat dat het snelste dat ik dit gedaan heb is in
Weet het, in 15 seconden, maar ik kan toch nooit. Ondanks dat ik best wel epic ben, maar. En ja, dat skipte ik net. Ja. Oké, de tutorial doen we dan ook maar even meteen. Dan heb je meteen ja, een beetje een gevoel over hoe het werkt. Ondanks dat er al wat meer gefilmd is. Wat eigenlijk niet. Ja, het kwam niet echt in me op. Ik zal dit ook even laten lezen. Oké, nou, het begint dus eigenlijk zo. Gewoon, aan het begin zijn er drie vijanden die zorgen voor chaos. En die moet jij gewoon verslaan. Dat is eigenlijk gewoon de begintutorial. Op deze boom. Ik wist het. Maar dan kan je zien wat je moet doen. Je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Behalve als je een item hebt. Met zo van die herbs. Of als je wilt wegrennen. Dus dat is op zich eigenlijk ook alles wat ik doe. Ik weet niet of Rick, die had mij in ieder geval verteld. Ik weet niet of hij kijkt. Misschien is hij aan het vieren. Maar, ja, trouwens, dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten te zeggen. Ik weet niet of dat dit met kerst wordt laten, wordt afgespeeld. Dan zo, ja, fijn kerstfeest. Geen idee wat je allemaal nog meer gaat doen. En wordt het niet met kerst afgespeeld en wordt met nieuwjaar en dan een fijn nieuwjaar. In ieder geval sowieso fijn kerst. En als het al geweest is, dan hoop ik dat je een fijn kerst gehad had. En als het en sowieso gewoon hoe dan ook fijn nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. En hier zo wordt alles, ja, het koninkrijk wordt aangevallen. En ja, dat moet jij gaan helpen. En hier zie je het with this spell. The world will be doomed in 30 seconds. En dat is dus eigenlijk hoe elk level gaat. Er is iemand die noir. En die reist over de hele, over het hele gebied. En die wordt dus telkens bekeken op het moment dat hij zo'n spel gebruikt. Oké. Oh ja, ik ga gewoon meteen ervoor. Dus let's go for it. Waarschijnlijk ga ik zo hard falen. Bedankt weer. Ja, hier, dit kan je niet halen. Kijk, en als de tijd om is. Oh, dat zal ik maar niet spoilen. Gaan we naar de spoiler. La 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 na 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 na. Oké, tijd is om. Oké, wow, lag, opeens. Oké, het is 30 seconden, zegt hij, maar op dit moment staat er bij mij dat hij met ongeveer 30 framerate per second gaat. 30 fps. Terwijl die normaal op 60 ingesteld staat. Maar dan heeft hij dus gewoon een lag. En dit vond ik echt stressend in het begin. Ik had echt iets van fuck, maar je bent helemaal niet game over of zo. Het hoort er eigenlijk allemaal gewoon bij. Kijk maar, want hier is zij. Dat is die godin die altijd met je meegaat. Goddess of Time. En zij wil eigenlijk dus gewoon een deal met jou maken. En dat is dus, hier dat zegt ze, dat, even kijken. Ja, dit is gewoon, je bent snel, maar niet snel genoeg om hem te stoppen. En hier geeft ze aan dat ze jou een dienst wilt verlenen. En dat zij het terug, dat hij het terug kan draaien, sowieso niet echt mijn logica. Wat ga je, sowieso, waarom zet ze de tijd niet gewoon stil zoals ze doet in dorpjes, weet je. Dan is er helemaal niks aan de hand. Dan versla je die gast gewoon heel rustig op je gemakje. Maar ja, dat is natuurlijk gamer logica.
En ze houdt van geld. Dat is eigenlijk dus de enige reden waarom jij geld moet gaan betalen voor. Ik heb eigenlijk nog nooit no gedaan. Dat ga ik echt een keer proberen. Make a pact with the time college. No. Nee, nou blijft het altijd doorgaan. No. I don't want to. No. 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 No, let me go. Oh no, let me go. Oh no. Oh no. Oké, ja. Ik heb ook helemaal geen zin meer om dat te zien dan. Daar ben ik veel te badass voor. Oké, nee, eigenlijk gewoon niet, maar. Wacht. Dit was mij niet opgevallen. Hey! Secret herb en zo. Nou, dus als er iemand moeite hebt met het eerste level, op die boot zit een secret herb. Niet dat ik verwacht dat iemand er ook maar een beetje moeite mee heeft. Oh oh. Waarschijnlijk ben ik alsnog screwed. Dan zit ik al te lachen omdat. No, 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 no. Oh ja, nu zegt ze, nu kan het volgens mij nog steeds niet. Yeah, I'm doomed. Er hoort hier. Hierzo hoort een stambeeld. Het zal allemaal wel. Oh, maar kijk, het is nu voorbij en dan krijg ik alsnog. Is daar naar de herb? Oh, ik heb. Nee, sowieso niet, maar. Ik heb hem ook nog. Awesome. Oké. Hop. Dan ga ik hem ook al meteen verslaan natuurlijk, hè. Nou, dit is eigenlijk gewoon dus het eerste. Krijg je nieuwe armor. En dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk alles wat er gebeurt. En dat is de tutorial helemaal. Ik vind dit spel eigenlijk wel een aanrader. Rick vond het dus te veel button bashing, maar heb ik totaal geen, ja, geen last van. Het is ook niet echt button bashing. Het is gewoon meer de enige stress die een beetje op je ligt is van de tijd waar je mee zit. En dat is ook echt alles. Gewoon verder. En die tijd vind ik eigenlijk nog niet eens zo vervelend. Dat dacht ik eerst ook van ja, dat moet toch bijna wel vervelend zijn. Maar dat valt uiteindelijk gewoon toch nog heel erg mee. En ja, ik vind het echt een gaaf spel. Het was tijdelijk €5. Dat is tot vandaag, tot de 10e stond er. En ik ben blij dat ik hem gekregen heb. Dankjewel Wes. Ja, gewoon, het is gewoon echt als awesome. Is er something huge fall in the east? Ik denk dat ik hem ook nog wel even ga spelen, want ik ben echt zo dom. Ah, so stupid. Tuurlijk ga ik met level 1 armor. Rustig. Heel rustig level doen, met level 27 of zo, weet ik veel. Ik weet het niet eens, zo slim ben ik. Welke? Ja. Chain is niet zo zwaar. Ja, wooden sword, of course. Kijk, de laatste die ik kreeg was. Of deze. Dus even kijken. Of die. Oeh. Ja, ik hou van lichte wapens en zo. Dus ik denk dat ik dan toch voor die garige. Kijk, des te lichter is des te sneller. En des te sneller betekent dus dat het makkelijker is om van plek naar plek te komen. Even kijken. Kijken, was dit hem? Ja, kijk, ook dit is weer iets van wat ik lastig vind. Deze weegt 7. Dat is op zich gewoon heel veel. Maar zo'n ding geeft weer totaal helemaal niks. Dus ik gebruik. Nou.
het is toch maar 2. Why not? Bitch, please. Ha, gay. Oké. Oké, aangezien die weer een beetje heel erg, echt een beetje heel erg lijkt, zal ik maar even dit doen. En dan wacht ik wel even. Weet je wat, ik ga jullie gewoon die tijd besparen. Tot zo. Oké, hier ben ik weer. Ik had honger, dus ik ben ook meteen even wat gaan eten. Ik moet dus wel weer opnieuw beginnen. Niet dat het veel was wat ik gedaan had, want ik was ongeveer hier. Hij liep, opeens ging die heel random leggen. Echt, dan ook echt heel erg. Oké, beter. Ik heb wel de goede armen. Dus eigenlijk is dat iets voor mezelf. Ik heb dus echt al 5 keer is die bezig begonnen met laggen. En als ik het dan wel fix, moest ik de game even afsluiten. Nu heb ik ook wel iets anders geprobeerd. Maar ik heb dus ook echt al 6 keer gezegd. Of nu 5 keer, want het is de 6e keer dat ik het doe. Maar dat ik het dus al zo vaak gedaan had en zo. Dus het is echt heel nutteloos. Maar aan de andere kant is het ook wel grappig. Maar ik moet even niet blijven falen in dit stuk. Hoe kan ik dan bij de eerste vijanden? Dan kan je toch niet bij falen. Ik ga gewoon deze richting. Hier zo. Je moet ook wel eens geluk hebben hoor, daar niet van. Maar even kijken, ik ga het gewoon even proberen. Als ik dood ga, verlies ik toch niks. Hier. Dan koop ik maar wat. Maar ik had van een aantal moderators, had ik al gehoord, wat voor tijd ze ongeveer verwachten dat ik dit doe. Ik kreeg van de meesten ongeveer tussen een uurtje en 2 uur. En nee, hij begint weer te laggen. Oké, anders wordt dit, om dit nou zo te eindigen is ook weer niet leuk. Dus ik kijk wel even hoe ik dat dus ga doen. Eerst ga ik het in ieder geval even proberen weer uit te vogelen. Oké, ik heb het gefixt. Ik heb hem op... Ik weet niet eens wat ik gedaan heb, laat ik het zo zeggen. Ik heb hem op de... Ik heb bij instellingen heb ik hem op half size gezet, bij fraps. Ik merk alleen wel dat hij nu echt lekker loopt. Trouwens, ook dit stuk heb ik al 100 keer gedaan. Ook 100 keer uitgelegd. Hier zit een draak, die is gewond. Jij moet drakenbladeren voor hem gaan halen. Daarmee kan hij dus dat geneest hem. En dat moet je naar hem toe brengen. En dan kan je op hem vliegen. Dat is echt awesome. En ik druk hem ook op start. Ik weet alleen nog niet zeker waar je naartoe gaat als je op hem vliegt. Ik weet niet eens of dat je dan wel wat doet, weet je. Misschien kan je wel gewoon rond blijven vliegen. Maar ik wil er niet op wagen dat ik dan op een plek kom waar ik zonder dat zo'n standbeeld zit. Hoe? Hup. 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 En dan ga ik nu maar op een vliegen. Want nu is mijn tijd toch vernieuwd. Dus why not? Press I to... Oh. Awesome. Nee, dit meen je niet. Dit is wel echt... Oké, de beeld is best wel verneukt eigenlijk. Maar toch, dit is gewoon echt... I had one warning. Oké. Ik hoop echt dat ik het win. Lijkt me wel gaaf. Nee. Dat ging niet helemaal. Dat was gepland. Daar ga ik nog maar even trainen. Oh, dat is wel echt gaaf. Gewoon op een draak, man. Kom op. Heb jij ooit op een draak gezeten of zo? Nee, ik ook niet. Maar ik vind het wel echt. Het is ook gewoon echt wel een gaaf spel. En ik snap niet hoe mensen dit niet leuk kunnen vinden. En met mensen bedoel ik bijvoorbeeld Jess, die het geen leuk spel vond. Die vond het al een wonder dat ik het 6 minuten vol had kunnen houden. En ik had het 6 uur volgehouden. Nu was het een stuk makkelijker. Wat hoorde ik daar? Dual Graves. Graves, weet ik veel. En ik moet een beetje snel zijn. Hurry up. Hurry up, please. No. Not another cave. Rush. Voor de rush. Oh. Het is wel echt chill hoe snel je rusht als je op een draak zit.
Maar ik heb dus gewoon het probleem kunnen fixen. Ik heb er ook echt al een stuk of 40, 50 keer last van gehad. Maar dat is het probleem op zich niet echt. Dus ik vind, ik heb zelf gekozen om dit te doen. Ik had ook kunnen zeggen toen ik gewoon op het moment dat ik die lek had van ja, ik stop ermee. Dat is het. Het leek. Maar dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik zelf gewoon besloten. Niet dat ik me dat ik iets had van oh, ik moet het doen. Oh, mijn home is online op Skype. Ik weet niet eens of jullie dat zien, maar daardoor ga ik wel enorm hard leren. Ik pauzeer hem wel even. Oh ja, nu het weg is, is het opeens voorbij. Dat man is ook wel even af op Skype, joh. Oeh, ik neem deze, die vind ik gaaf. Maar ja, dus ik vind het gewoon zelf leuk om te doen. Ik heb er ook geen problemen mee. Ik hoop eigenlijk alleen dat de rest van de streamers. Want ik kan natuurlijk zelf niet streamen. Daar is mijn internet en mijn PC zelf gewoon echt te slecht voor. Dus ik hoop min of meer dat het dat degene die het dus voor mij moet gaan uitzenden niet erg vindt om te doen. Dan moet ik het maar gewoon zeggen. Dan ja, dan zie ik wel wat wanneer, waarom. Ik weet eigenlijk niet eens of wat hij dit stukje nog gaat zien voordat hij voordat het echt opkomt, weet je. En ik weet niet eens meer wat te zeggen, zeg. Dat is echt een wonder. Hup. Oké, het begint wel echt te makkelijk te worden. Saved all dragons. Chill. Dan blijft dit als enige over. Oké. Maar volgens mij gaat dit echt zo makkelijk worden als wat. Yep. Ja, ik was level 49. Als je level 49 bent, is het op zich ook niet raar. Grinder cursed. Dus ik hoop eigenlijk dat ik dit snel nog af kan maken eigenlijk. Dit gedeelte. Jullie hebben wel het begin niet gezien, dus moet je nagaan hoe lang ik daarmee bezig ben geweest. Nou, dat lijkt mij gewoon wel gaaf. Gewoon dan. En desnoods als het wilt, als het in een kan je een berichtje sturen op Twitch of zo. Of weet ik het wat. Maakt me niet echt uit waar. Maar dan zorg ik wel dat ik ja dat ik nog kan laten zien. Ik heb het totaal 9 uur gespeeld. Dus dat is op zich best wel veel. Maar ja. Als je een game leuk vindt, dan verbaast niks. Team Fortress 2 heb ik iets van 250, 260 uur gespeeld. Dus ja, het is maar gewoon, als je zo'n game leuk vindt, dan ga je het vanzelf doen. Ik heb nog steeds de draak. Awesome. Oh, joh, nu ben ik wel echt blij. Mo, ik vertrouw die Mo niet meer. Die Mo, dat was degene die ons waarbij je kon kiezen van wil je met hem meegaan of niet om niet te werken. Als je dan met hem meeging, dan werd je vervolgens ja, dan werd je vervolgens achtervolgd door die bewaker en dan ja, was je alsnog screwed. Dus ik vertrouw hem niet echt meer. Herp. Het is kat bij een monster om de noord. Nee. Depends on time, but some just okay. Even kijken. Zei je dat er sommige plekken die zijn eigenlijk gaat of zo? Maar ik denk dat ik toch beter terug kan gaan. Hoho. Even kijken. Maar ik vind het echt ja, heel leuk. En als dit echt op de stream komt, ben ik ook echt blij dat mij deze keus gegeven is. Ik snap het alleen even niet hoe ze dat deden met het draakje over het draakje daar. Een draak die vecht tegen een haai. Dat is niet echt iets waar
Ja, dat is weer zo'n andere logica van deze game. Het gaat boven mijn logica. Oh, kom op. You can do it. Oh, gelukkig. Je bent echt gewoon te snel op deze draak, man. Wacht, verlies ik nou gewoon geen leven? Ai. Oké, dit begint alles maar lauwer te worden. Nieuwe boots. Ze zijn echt alleen maar slechter opeens. Maar ik koop ze gewoon. Ik wil al die spullen al hebben. Weet je, dat is wel gewoon grappig. Even kijken. Volgens mij was dat het, of niet? Oh, wacht heel even. Wacht hoor. Zo terug. Oké, ik ga weer verder. Ja, daar waren die holes. Ah, te laat. Meen je dat nou? Oh. En hoe dat net op tijd was. Kijk. Ik ga gewoon hierin. Oh. Was Mike. Ik heb echt geen idee wat het is. Nog een Mike. Nog iets wat ik niet weet. Oh, en die wel mooi zo. Oh, een Mike is waarschijnlijk iets wat. Gewoon een fake kist. Kom op. Enter. Ja. Nee. Please. Lucky. Ik denk dat ik nu maar onderhand wel naar die baas zal gaan. Hè. Nee, geen zin. Hup. Ja, dit moeten we wel kunnen winnen. Hup. Geen idee wat hij daar net deed hoor, maar het was in ieder geval niet iets. Iets moois. Oké. Het zal wel. Ik hoop echt dat ik dit nog kan afmaken. Ik denk wel dat ik nu onderhand aan het einde zit. Even kijken, waar ben ik nu op die kaart? Ja, even kijken. Het is of het laatste of een van het laatste. Maar het zal niet heel veel meer zijn. Dus ik hoop echt dat ik al binnen een kwartiertje kan doen. Als ik dat niet binnen een kwartiertje kan doen, dan is dat gewoon echt kwalitatief uitermate teleurstellend. Want dat zou ik echt ook niet leuk vinden. Holy God. Holy moly. Nee. Meen je dat nou? Dat kan niet. Curry. Ze gingen naar het noorden. Dus daar ga ik als het goed is. De goede kant op. Ik zie het zo zelf al, joh. Die dingen zijn sterk, joh. Dat is echt niet normaal. Even kijken, was dat die gast? Ik hoop het wel. Wat? Dat is wel erg veel. Ach ja, oh, Wayne doet. Ik kan het allemaal niet meer volgen. Oh, waarschijnlijk was dat bij een. Wacht. Of ik ben nu gewoon te laat voor die andere. Waar ik nu bij was. Hier. Dat meen je niet.
Vertel me alsjeblieft dat dat niet serieus is. Nou, ik heb een gevoel dat het de bedoeling was en dat ik die dus krijg als een reward of zo. Naar het noorden of zo, zei hij. Ik denk dat het om die vis ging. Ja, yep, waarschijnlijk wel. Even kijken. Oké. Maar ik wil nog steeds dat andere wapen. Ik vond die wel gaaf. Gewoon nog wel even trainen. Komt vanzelf wel eens goed. Oh. Hey. Huh, heeft hij hem? Oh, ik snap het alweer. Omdat ik de tijd natuurlijk gereset heb, is dat ding er ook weer. Logics. Enter. Wow. Oké, dat was dus gewoon de bedoeling. Dat je dat deed, daar krijg je gewoon heel veel geld van. Had mijn raad is weer gestolen. Dan doe ik dat. Dan doe ik dat. Meen je dat nou? Hij was nog slechter ook, dat vind ik dan nog het ergst, maar... Het zal wel... Oké, dit was wel echt gewoon te makkelijk. Maar zeg het maar, als iemand dit spoken heb, of heeft, of gaat halen, dan... Ja, dan zou ik het graag samen willen spelen. Multiplayer. Het lijkt mij toch wel gewoon erg gaaf om het een keertje met iemand samen te doen. Aangezien ik dat zelf dus nog nooit gedaan heb. Even kijken. Kom ik nu waarschijnlijk uit op dat andere eilandje erboven. Of nog een tussenleveltje, maar... Even kijken. Sending data to leaderboards. Oké, ik heb dus zo het gevoel dat dit wel een van de laatste kan zijn. Even kijken, wat is hier? Wacht, was ik de enige die... Hier, dit. Hehe, oh, Great Hero. Volgens mij is die gast niet helemaal goed bij zijn hoofd, maar... Dat had ik al bij meerdere dingen. Vraagteken, 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 soep, of course. Oh. Ook gewoon echt de logics in deze game, dat is gewoon abnormaal laag. Laat ik het zo zeggen. Je praat met een vrouw, dan moet je met praten. Praat je met haar, zegt ze ja, ik moet gaan voor een paar seconden. Ja, dat zie ik.
Nee, dat ga ik niet proberen. Nee, ook dat wil ik niet. Nee, meen je dat nou? En ook deze hadden niet, hè? Even denken. Misschien dat ik gewoon snel moet zijn of zo. Nee, hè? Hoe ga ik dat dan ooit uithalen? Ah, dat vind ik wel snel genoeg, denk ik. Hij doet niet, dan niet. Ah, ik moet er dus gewoon helpen. Lastig zeg. Oké, ik heb geen zin om te luisteren. Gaia helm, Glass Shield. Ik heb het gevoel dat hier aan die zijkant nog wel wat echt moet zijn gewoon. Kijken welke. Ja, deze is eigenlijk. Ja, hij is lichter, dus dat is wel chill. En deze is juist alleen maar zwaarder. Ik zie het dan wel. Oh ja, maar dat betekent dus ook dat ik het nu nog niet mag eindigen. Ik heb mijn gevoel dat er straks een cutscene gaat komen. Of dat ik dit met die bandjes had moeten doen, maar dat zou echt onmogelijk zijn geweest. Even kijken. Gewoon even hier vijanden blijven zoeken. Krijg ik snel genoeg geld. Kan ik het straks misschien allebei halen? Pre. Ik koop weer eerst gewoon het schild. Maar ik denk dat dit met zwembandjes toch echt onmogelijk geweest was. Dan ga je gewoon. Ja, dan ben je gewoon zo zwak. Qua armor en zo. Ik denk dat dat gewoon niet te doen is. Maar dat check ik dan dus zo of een andere keer nog wel. Waarschijnlijk wordt het dan een andere keer. Aangezien ik niet eens denk dat ik. Ja, ik weet niet eens wanneer het verhaal eindigt. En stel, ik heb dan iets van ja, ik heb nog tijd. Dan kan ik het toch doen. Maar dat heb ik op dit moment echt nog even niet. En ik heb heel erg last van mijn keel. Ik hoop niet dat jullie het horen of dat jullie er last van hebben. En wat is dit nou weer? Ugh. De Reaper Lord was fake. Dan moet ik nu waarschijnlijk die kant op. Nou. Oké, yes. Wacht, betekent dat dan niet dat die vrouw van de net voor dat duivelse ding werkte? Want ik mocht van haar er nog juist zo niet heen gaan. En ze had het ook over een monument, maar dat heb ik niet gelezen. Yep. Wacht, als die curse. Is die dan nu? Ja, nee. Ik heb echt geen idee hoe ik dat moet gaan halen, maar. I don't care. Ah, dit is een soort van spookstad, denk ik, of zo. Weet je, gewoon zoiets falend. Lookout poster, een Endman store. Hoe kan een onbemande zaak voedsel ver... Ja. Weet je wat? Ja, dit is waarschijnlijk de laatste. Of tenminste, dat zou ik hopen.
Rushing. Wow. Dat was ook wel echt een van de eerste bazen waarbij ik denk ik eigenlijk wel. Ja, dat als je te weinig gedaan had, dat het dan een stuk lastiger was. Ah ja, zie je dat Overlord. Nog nooit gehoord van hem in het spel, maar het lijkt me dat als hij een Overlord, natuurlijk een beetje een machtig man. Als die erin voorkomt, moet het wel bijna voorbij zijn. Even kijken. Wat hebben we dan nog meer? Ja, ik heb niet alle wapens daar, maar ja, dit moet dan toch wel, of misschien nog, ja, hier, last battle. Nee, dit is niet de laatste. Of course not. Fuck logic. Waarschijnlijk weten jullie onderhand wel hoe moeilijk ik het vind om te veel ge... Ah, ik doe het, het is laatste gevecht. Lordmail, heb ik betere? Nou, dan heb ik me meteen alle zware dingen gaan dragen ook. 5. Heb ik daar echt niks meer? Oké, Giants. Ja, dat is dan toch die C-spear, die is dan toch beter. En schild. 0,40, dat is wel echt gewoon goed. Oké, we gaan ervoor. En dan is het mogelijk dat dit al mijn laatste aflevering is. Of mijn laatste, ja, laatste gevecht ding. Ah, daaronder is er zoiets. Oké, mooi dat ik hier in ieder geval alvast een beetje level. Kill is ook echt in één keer. Is the world going to end? Nou ja, waarschijnlijk wel. I do not know. Wat is dat voor lelijk monster? Please die. Ah, damn it. Hij was ook echt bijna dood en zo, weet je. Dan val ik gewoon. Nee, dat had ik nog niet moeten doen. Nee. Nee. The world is going to end. Ik kon niet vluchten. Dus ik had eigenlijk gewoon de fout gemaakt om daar naartoe te gaan. Isn't that over? Dat had ik eigenlijk wel zo kunnen zien. Maar er is een achievement en daarmee moet je het met het houten zwaard van het begin doen. Ik denk dat daarom deze monsters ook zo zwak zijn. Dat je daar even aan het begin een beetje op kan trainen. Als je met dat houten zwaard gaat spelen. En dat je dan vanzelf gewoon wel verder kan. Dus ik blijf hier ook nu gewoon even. Weet je, nu is het toch makkelijk, dus why not? Hup. Praying. Oeh. Kijk, zelfs die gaat nu al makkelijk, dus dan moet dit ook toch wel gaan. Zou ik denken. Kom op. You can do this. Nee. Nee. Ik heb zo'n gevoel dat ik gewoon heel erg falend bezig ben en dat dat de plek was waar de laatste baas. Ja, waar de echte baas zal zijn. Ik denk dat ik dat risico beter niet kan nemen. Weet je, stel er is daar geen, daar beneden niks. Nou ja, er is in ieder geval wat, maar stel er is daar geen stone, dan ben ik gewoon echt screwed. Oké, in dit geval is er dus wel iets, maar ja, ook een stone, maar ja. Hey, daar heb jij weer. Krijg je nou wat? Ja, dit zal waarschijnlijk weer zo'n leuke missie worden waarbij je iedereen tegenkomt. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee.
Ik heb gelukkig genoeg geld, dus dat is het probleem niet. Ik wil er alleen wel echt zeker van zijn dat ik het ga halen. En niet dat ik op zo'n falende manier dood ga. Ik weet niet eens wat dat was. Oh, is waarschijnlijk iets voor dit of zo. Dus ik zag iets met poort. Hij is echt lauw gewoon. Nou, ik mag hem. En hij is nu al dood. Meen je dat nou? Ik kom eindelijk iemand tegen die ik echt mag. En dan is hij zo zwak. Nou ja, gelukkig komt hij wel weer terug elk gevecht. Dus kijk maar, deze is hij weer. Hij is alleen weer dood. Of ik ben gewoon echt al overpowered. Of die gasten zijn echt gewoon slecht. Bij een ancient hero. Dat wapen wil ik vinden. Echt waarschijnlijk hier. Nee, daar wilde ik nog niet in. Daar reset ik tijd voor gewoon even. Yep. Ik ga er gewoon eerst even achter langs. Weet je, eerst even deze kant op. Deze steen staat hier wel heel raar. Dat had zomaar iets kunnen zijn van waar zo'n speciaal ding ligt. Oké, en het valt me nu pas op dat ding wat daar linksbovenin, waar ik nu onder sta. Bij X, dat... Ja, ik weet niet, het is een beetje raar. Niet voor goed. Jee, weer een. En die danseres zal waarschijnlijk ook wel komen, die doet toch niks. Barbara, die... Opeens hier zo, hè. Echt alleen hier zo komen, opeens onder de... Nee, een boot. Dat heb ik nog net wel gezien. Ik wist dat hier iets moest liggen. Shine, shoot. Zolang het maar een beetje beter is, ben ik al blij. En nu ben ik best wel mijn money aan het wasten, maar... Maakt niet uit. Het is wel echt bijna... ja, ik denk dat ik al wel echt al over mijn tijd heen ga komen. Maar ja, dat heb ik ervoor over. Jee, die hond. En die slechte speler. Ik zou het zo graag aan jullie laten horen, maar dat gaat hem gewoon echt even niet worden. Aangezien mijn geluid zat dus ook uit, omdat je mij anders totaal niet hoort. Ik heb al op... Ja, ik heb al gemerkt dat je mij sowieso al heel zacht hoort. Wat sowieso eigenlijk al niet de bedoeling is. Oké, nu ben ik volgens mij wel echt overpowered. Kill it. Oh. Even denken. Nee, ik ga het nog niet doen. Ik ga eerst... Even kijken, waar was het nou? Het was volgens mij hier, ja. Zit ik toch dichterbij... Dit. Waarna ik hierheen ga. Oeps, verkeerde kant. Het is raar, als je je bedenkt, is een halve minuut toch echt heel weinig. Maar gewoon, het is genoeg voor dit spel. Gewoon, kan je het niet met een halve minuut, ja, dan ligt er toch iets aan jezelf, weet je. Het is gewoon echt... Het is niet zo lastig als je verwacht. Ik verwachtte zelf eerst dat het echt heel lastig zou zijn. Maar uiteindelijk is dat toch gewoon heel anders gelopen. En is het gewoon helemaal zo'n game. Even kijken. Ik ben hier wel echt heel erg mijn money aan het wezen. Even kijken. Oh ja, dat daar zocht ik. Oké.
Chill. En dan ook weer zo'n ding slaan. Volgens mij kan je hier één hele armor set verzamelen of zo. Kijken. Ik heb al, volgens, ik zou dan alleen nog boots moeten als echt van alles. Maar daar had ik al een ideetje van. Maar dan moet ik daarachter kunnen komen. Nee. Nou, ik denk dat ik maar gewoon met de baas ga beginnen, want ik ben van level 59, dat is nogal hoog. En wat is... Oké, okay, deze tekst wil ik wel echt lezen. Oké, okay. Tegen mij doet hij 8 damage of zo. En tegen die andere gasten 202. Oh, ik ga het niet halen. Time. Time, I need you. Why not? Nee, je dit. 1 seconde 35. Oké, dat is wel gewoon echt pro. Scenario cleared, gehaald, bla bla bla, klaar. En dat was het dan waarschijnlijk. Ja, ik heb alle armor. Brave, portable. Ik heb alleen dus niet iedereen gevonden. Maar ja. Hoe zeg je dat? Ik vond het echt gaaf om te spelen. Even kijken, wat had ik gekregen? Hero 30. Cleared Hero 30. Ik heb hem dus gehaald. Nou, dat is toch erg gaaf. Ik ga het nog wel proberen om met Woonershort die laatste te verslaan. Maar het was nu al lastig. Dus dan zal ik waarschijnlijk rond de level 100 moeten worden. Dit wordt het in ieder geval evil. Maar dit, ik denk dat dit het dus toch gaat worden. Ik check nog even of dat je, ja, gewoon wat er nu allemaal staat, of wat ik nu nog de rest kan doen. Je hebt naam. Ja. Ja, nou, het kan het dus wel. Maar je hebt namelijk nog een aantal spellen waarbij je gewoon echt heel veel gewoon alles weer opnieuw moet gaan doen. Maar dan ga ik waarschijnlijk ook wel een keer voor de andere wegen. En deze wil ik dan ook wel echt gaan halen met mijn een falend fa wow. Is niet zo goed. Oké, het is gewoon een falend wapen. Dit is het dan. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Sowieso wens ik jullie een fijne kerst en nieuwjaar en alles gewoon. Gewoon zorg dat alles goed gaat. Dan ben ik al blij. Oh ja, dat moet dan die zijn. Dat ga ik dan nog even proberen. Ik ga het niet erbij zetten bij dit. Dat komt al apart. Vertel het me maar als je het wilt zien. Of tenminste als ik het wel gehaald heb. En ja, dan hoor ik vanzelf nog wel van jullie. Ik zal ook nog wel op de stream zijn in de tussentijd. Dus ja, laters. Ik hoop dat jullie nog een fijne dag verder hebben. En dat is het. Doei!
Gay! Gay! Ha! Gay!